Ik ben Manuel en in deze serie De Bouw Maakt Het Slim ga ik op zoek naar innovaties. Welke grenzen verleggen bouwers in de bouw en infra in Nederland? Dat ga ik uitzoeken. Huizen en onderdelen van tevoren pas klaarmaken. Wat is er mogelijk op het gebied van industrialisatie en prefab? En wat is er innovatief aan? Daar gaat deze vlog over. Ik heb zo'n flauw vermoeden dat jij Lisa bent. Ja, dat klopt helemaal. Ja. Nou, ik ben Manuel. Welkom. Ja, dankjewel. Wat gaan we doen? We gaan een kijkje nemen in onze prefabfabriek. Waar we wanden maken voor de woningbouw. Dit is al wel indrukwekkend hoor, zo'n enorme... Wat is dit? Hier zit allemaal beton in? Hier zitten de grondstoffen in voor het beton. Hier staan alle sledes waarop de producten staan. Dus deze worden daar zo opgepakt door de vrachtwagen en dan kan het naar de bouwplaats toe. En verder zijn hier ook nog wat kozijnen, die monteren we ook op de wanden. En dus dat staat hier allemaal. Ja. Lisa, wat doen jullie precies? Wij maken wanden voor de woningbouw in prefab. En dat doen we op een geautomatiseerde manier. Dus daar komen bijna geen mensenhanden meer aan te pas? Ja, ja, klopt. Dus we krijgen het model van de klant. Daar hoeven we zelf nauwelijks meer iets aan te doen. We kunnen het eigenlijk rechtstreeks naar onze robot sturen. Dus heel efficiënt, weinig kans op fouten. Weinig afval ook waarschijnlijk? Ja, ja, dat ook, zeker. Want we kunnen ook precies zien hoeveel, wat het volume is van een wand. Dus daar komt geen betonafval bij kijken. Kijk, hier over het randje wordt één stukje beton vergeten. Dat is toch jammer. Mag ik je stappenteller eens zien? Ja, zeker. En dit zal zonder te sporten? Ja. Kom je dus gewoon al aan je 10.000 stappen? Ja, is goed toch? Ja. En daar gaat ze weer. Ja. Als je dan kijkt naar de toekomst, wat is nou een uitdaging waar je nog voor staat? Of waar irriteer je je aan? Of wat denk je van, nou, dat zou nog anders moeten? Ja, wat ik heel gaaf zou vinden om hier te implementeren, is iets met een HoloLens. Bijvoorbeeld kwaliteitscontrole. Nu kijkt iemand nog van, oh, zit alles goed? Dat je meteen ziet van, oh, dit zit er net een centimeter naast. Of dit kan net even iets beter. En dat zou ik zelf heel mooi vinden om het hier nog te implementeren. Op naar de volgende innovatie. Ik ben op weg naar RC Panels. En dat ligt ergens achter Zwolle bij het plaatsje Lemerleveld. Klein stukje sturen. Maar gelukkig rijk elektrisch. Heerlijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dit Stefan? Dit is Stefan. Nou, fantastisch. Ik ben Manuel. Maar jullie claimen dus dat je binnen één dag een prefab rijtjeshuis neer kan zetten. Nou, we zijn er nog niet. Ja. Maar we hebben hier achter een modulaire woning staan. Ja. Die wel een hele belangrijke eerste stap op die weg is. En dan zorgen we er inderdaad voor dat we binnen één dag een woning hebben staan die van binnen en van buiten afgewerkt is. Ja. Zonder stijger. Kijk eens aan. Mooi geel hesje. Mooi geel hesje. Ja. Wat doen jullie? We maken gevelelementen die al geïsoleerd zijn. Dus die al kozijnen hebben, prestatie al hebben met een afwerking aan de buitenkant. Dat doen we niet alleen. Dus wij zijn een gevelproducent. Maar we hebben verschillende partners waar we mee samen de hele woning kunnen neerzetten. En wat is nou het innovatieve van dit hele project? Nou, het zijn een aantal producten die je hier achter je ziet die innovatief zijn. Voornamelijk ook de gevel, want die is redelijk nieuw. Het dak met installatie er al op, die is nieuw. Van binnen hebben we een trapmodule, dat is innovatief. En het installatieconcept aan zich is innovatief. En vanuit daar hebben we ervoor gezorgd dat je deze woning in één dag kan neerzetten zonder stijger. Ja, het leuke van deze woning is ook, dat heb ik zo net niet verteld, hij is eigenlijk ook weer uit elkaar te halen. En je ziet het al een beetje aan de boutverbinding aan de achterzijde. Je kan hem ook weer uit elkaar schroeven en ergens anders weer in elkaar schroeven. Ik film hier nog een innovatie, mensen. Dus innovatie. Innovatie in de hoek. Het klinkt niet als steen, maar het voelt wel als steen. Maar eigenlijk is dit een ingepakt piepschuimpakket, EPS. Die pakken we aan beide zijden in met polyester en nog een houten plaat aan de binnenzijde. Ja. En dat is alles. En die kleden wij af. Dus die bekleden wij met strips. Geen echte strips, maar dat noemen we minerale strips. Ja. Ze zijn een beetje flexibel. En je kan het ook wel horen, er zit geen steen in. Hij klinkt ook lichter, zal ik maar zeggen. Hij is in feite licht. Ja. Of wij doen er C-plies op. Hij doet een heel element van 6 bij 3 meter, ongeveer 18 vierkante meter. Ja. Afhankelijk van het metselverband
doet hij tussen het kwartier of een half uurtje over. Nou, dat doet geen steenstripplakker hem na. Nee. En als je nou in je glazen bol kijkt en je denkt van nou, dit kan nu nog niet, maar het zou mooi zijn als het binnen de komende jaren wel gerealiseerd kan zijn. We zouden het ook mooi vinden als die bewoner thuis op zijn bank een woning kan samenstellen. Naar zijn wens, naar zijn voorkeuren. Dat we druk van de knop die woning bij ons in de productie wordt geladen en wij hem kunnen produceren. En dat is allemaal mogelijk. We moeten nu alleen nog op de juiste manier uit gaan voeren. Wauw, dus dan zou ik gewoon op mijn bank een paar dingen kunnen aantikken en dan rolt er bij jullie een woning uit de machine. Ja, theoretisch is dat mogelijk, ja. Nu al. Ja. Ik slinger mijn auto eventjes aan de lader. Tot de volgende innovatie.